Hey, fijn dat je kijkt. Ik ga in deze video weer een kijkersvraag beantwoorden zonder fluff, zonder bullshit, straight to the point. En wil jij trouwens wekelijks van mij de beste tips ontvangen omtrent je business Of wil je een gratis training over product research inzien van anderhalf uur waarin ik alles, alle ins en outs gedetailleerd uitleg over hoe ik dat proces aanpak? Check dan even de omschrijving. Om je in te schrijven, en voor nu veel kijkplezier. Hoe check je of verkopers op Alibaba daadwerkelijk een CE-certificaat hebben? Sturen ze een PDF met het certificaat of kan ik dit ook ergens controleren? Ja, hier, hierover heb ik meerdere YouTube-video's gemaakt. Dus als je uh, wat, wat diepere informatie wilt, kan je dat opzoeken. Maar ik zal een beknopte vorm uh, geven. Um, hoe je dat kan controleren, is dat je bij een Notified Body in Nederland... Um, de documenten laat checken. En meestal heb je een certificaat en het rapport. Het bestaat dus altijd uit twee delen. En een, van die, uh, een van die Notified Bodies die ook in Nederland zitten, is SGS. Ja, die zit ook in China, maar ook in Nederland. Uh, maar je kan het ook door een bureau laten controleren in Nederland. Zoals Certification Company. Die checken uh, rapporten voor jou. Het kost je wel iets van 1500 euro. Uh, uh, ik zal even contact met ze opnemen wat het daadwerkelijk kost. Uh, dan kan je nagaan of het daadwerkelijk klopt of niet. Maar goed, als je al zo'n bedrag neerlegt, dan kan je net zo goed een eigen CE-certificaat gaan opzetten. Dat is ook eigenlijk de beste manier, want dan heb je dat rapport op jouw naam staan. Officieel. Is het, pas, um, ja, is, is het pas geldend als je op jouw naam staat? Dus dan kan je uh, bijvoorbeeld ook bij een van die notified bodies, zoals SGS, een rapport laten aanmaken in China. Um, maar uh, ze zijn ook geldig in Nederland, omdat ze ook een aanwezigheid hebben in Nederland. Vo je kan het voor de zekerheid een keer navragen bij SGS Nederland, of um, ja, welke stappen je moet uh, doornemen of doorgaan om dit uit te voeren. Ik heb hier meerdere videos over gemaakt, dus check ze uit op mijn kanaal, op mijn YouTube-kanaal. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet in te schrijven voor de nieuwsbrief, en om je in te schrijven voor de gratis product research training van een half uur. Dank je wel, tot de volgende keer.